Nou, ik ben Martin Heerma van Agribio Solutions en wij importeren de Quickfin. En de Quickfin is eigenlijk wat wij noemen de mechanische glyfosaat. Quickfin op zich, dat zegt twee hele belangrijke dingen. Dat is dat hij voor kweek is gemaakt en dat hij uit Finland komt. De reden dat we hier ook kweek mee kunnen doen is dat, los van de ondiepe bewerking, dat we ook voor kunnen kiezen met deze machine om hem echt dieper door de grond te laten gaan. En echt bodemonkruiden zoals kweek of een veenwortel of een haagwinde, dat we die echt uit de grond kunnen vissen. En op die manier toch echt goede resultaten kunnen halen met de onkruidbestrijding. Het voordeel van deze machine ten opzichte van allerlei andere mechanische onkruidbestrijdingsmachines is dat je hem ook dus gewoon voor de stoppelbewerking kan gebruiken. We kunnen een groenbemester mee aanpakken. We kunnen er nog een zaaimachine opbouwen en bijvoorbeeld de groenbemester ermee zaaien. En ja, de veelzijdigheid van die machine maakt ook dat de klanten die inmiddels een machine hebben hem toch veel vaker gebruiken dan dat ze van tevoren zelf hadden bedacht. De machine die hier staat is de Bio 2800. Bio wil eigenlijk zeggen eco-uitvoering. Dus we hebben hier een pengatverstelling op de wielen, dus geen spindelverstelling. Geen tandjes achter de wielen, weinig poespas, gewoon verlichting, bordjes en dat is het. Wat we hier wel hebben is de HD-rotor. En dat houdt in dat hij ook geschikt is voor zwaardere gronden en om grasland te scheuren. De standaardrotor bestaat gewoon uit veertanden. Dat maakt hem ook veel lichter, dus ook geschikt voor lichtere trekkers. Maar op zwaardere gronden gaan we echt voor deze machine. Daarnaast hebben we dus de premium modellen en dat houdt in dat je met spindelverstelling de wielhoogte kan verstellen. Dan hebben we eggetanden achter de wielen om toch dat laatste beetje aangereden grond los te woelen. En we kunnen ook hydraulische rotor optillen. Dus als we dan bij een perceelsrand zijn of een weg, dan kunnen we de rotor optillen zodat hij niet de weg vervuilt of de was van de buurvrouw vies maakt. Hier hebben we de cultivator, of eigenlijk beter gezegd de schoffel, omdat we hem echt met hele vlakke ganzenvoeten proberen we hem ondiep te bewerken. Dus eigenlijk het diepste spoor probeer ik altijd als minimale werkdiepte aan te houden. Volveld wordt dus eigenlijk alles afgesneden. En dus je ziet, zit er heel veel ruimte in de cultivator in combinatie met veertanden. En daardoor heeft die machine ook weinig moeite met veel gewas. Dus veel massa bovenin. Moet meestal redelijk vlot door de cultivator heen lopen. De werking daarvan is dus echt het lossnijden. En vervolgens maakt die rotor, die gooit de gewasresten door de lucht en die schudt eigenlijk het grond van het wortelstelsel af, van dat onkruid. En dan moet de zon en de wind de rest doen qua doding van het onkruid.